net een week in het nieuwe jaar. En ik ben heel benieuwd of u goede voornemens hebt gemaakt en welke dat het zijn. Nou, mijn voornemens zijn gezond te blijven. En nog samen bij de vrouw deur te gaan. Want we zijn een paar weken geleden 50 jaar getrouwd geweest. Dus, Gefeliciteerd nog. Maar ik heb nog wel een vraag. Wat heb je nou al gedaan om gezond te blijven? Want je bent al een week in het nieuwe jaar, hè? Oh, gewoon de doen waar je altijd wandelen en fietsen. Wandelen en fietsen, ja. En ja, vandaag al kaarten dan, hè? Bij de KBO, hè? Nee, niet echt. Nee. Nou, om zo lang mogelijk veel van elkaar te blijven houden in goede gezondheid. He, en mogen genieten van de kinderen en de kleinkinderen. En alles wat moois op deze wereld nog. He. En ben er al mee begonnen? Jazeker, meteen. De eerste dag al met een dikke zoen om 12 uur bij mijn vrouw. Als teken van de goede bedoelingen. Nou, gewoon om samen een heerlijk jaar te hebben. We hebben ook net een nieuw huis, dus we hopen daar heel lang van te genieten. En ik hoop dat mijn moeder nog een poosje meegaat. Die is 95 en die is nog heel tevreden. En ik hoop dat we dus ook nog een poosje mogen houden. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Oh, dat is geweldig. Afvallen natuurlijk. Ja, nee, afvallen. En als het enigszins zou kunnen, dan ja, dat zou lukken. Maar dat ligt aan mezelf. Ik sta hier bij de viskraam en nou ga ik gezond fruit. En mijn dochter is hier en die weet helemaal van gezond. Dus gezonde rauwkost. Ik heb altijd goede voornemens, maar ik leg de maat altijd zeer middelmatig. Om er niet heel snel weer van eraf te komen. Dus ik hoop gewoon dat 2016 een superjaar wordt. Als mijn ouders nog steeds goed in goede gezondheid dit jaar opnieuw doorkomen. Dat is voor mij heel belangrijk. Dus, en dat hoop ik voor iedereen. Zo. Nou, wat netter zijn in huis. En wat pontjes eraf. Ook leuke dingen voor mezelf doen. Wat zijn dat voor leuke dingen? Nou, ik lees heel veel graag en ik doe heel veel aan klassieke muziek. Daar geef ik ook les in. En, ja, is een passie van me. Wat zijn we nou met goede voornemens? Wat meer openstaan voor de ander? Gezien de vluchtelingen, dat ik wat meer in die problematiek aan het verdiepen. Zijn een heleboel vluchtelingen en wat moeten we daarmee? Kunnen we daarin nog iets zelf aan toevoegen? Ik vind het wel een hele moeilijke vraag, want ik heb eigenlijk geen goede voornemens. Maar ik vind het heel belangrijk om gewoon andere mensen te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Dat vind ik wel... een goed voornemen. Zo, en wat zijn jouw goede voornemens? Zo, en wat zijn jouw goede voornemens? Ja. Zo. Veel apels verkopen dit jaar. Dat is het belangrijkste, vind ik. En wat heb je daar al deze week voor gedaan? Iedere dag vroeg mijn bed uitgegaan en aardig tegen klanten zijn en veel reclame gemaakt. En is dat anders dan vorig jaar? Nee, ik ga gewoon precies hetzelfde als het vorige jaar verder. Precies hetzelfde. Die heb ik eigenlijk niet. Ik ben prima tevreden zoals het gaat. Mijn goede voornemen is... Oh mijn god, ja. Moet ik even over nadenken. Als het kan, andere mensen toch helpen, zeg maar. Sommige mensen hebben het moeilijk in het leven. En dan ben ik heel erg bereid om dus mensen, als ik kan, te helpen. En verder weet ik het op dit moment niet, 1, 2, 3. Mijn goede voornemen. Oh, daar heb ik eigenlijk weinig. Eigenlijk geen. Ja, geen, nee, niet echt. Ja, gezond blijven en gewoon dat blijven doen, maar niks. Ik heb niks echt voorgenomen. Niet dat je zegt, nou, hippie, dan gaan we aan de gang. Dat is alles. Nou, ik heb inderdaad bedacht dat 2015 voor mij een heel goed jaar was. En dat ik in 2016 op dezelfde voet wel door wil gaan. En geen bijzonderheden bedacht voor het nieuwe jaar. Een goed leven, samen met mijn gezin en met mijn omgeving. En lekker werken en op tijd genieten. Die heb ik niet. Nee, heb ik niet. Nee. Dat is wel een hele grote vraag. Ik gewoon verder gaan als waar ik mee bezig was. Want dat was goed, dus ja. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Ik heb verder geen nieuwe plannen of... Nee. Ik ben tevreden mens, dus ja, wat wil ik nog meer, hè?
Eigenlijk doe ik niet aan goede voornemens. ik ga gewoon door zoals ik vorig jaar ook deed. En daar hou ik het lekker bij. Ik denk dat goede voornemens heel snel vergeten worden en toch niet uitgevoerd worden. Dat hoor je heel vaak. Dus ik rook niet en ik sport gewoon en ik eet gezond. Dus dat hoef ik niet te veranderen. Oei, die heb ik geen. We doen het altijd goed, denk ik. Ik heb niet echt goede voornemens. Nee. We proberen om gezond te blijven. Wat komt, dat komt. Hè. En je weet anders ook niet wat er allemaal... Heel veel mensen doen stoppen met roken en zulke dingen, hè? Maar dat hebben wij niet. Nee. Jullie roken niet? Elektrisch. Elektrisch. En ik rook motorisch. Van auto's, uitlaatgassen. Hè? Mijn goede voornemens. Oh, nou, daar heb ik eigenlijk niet zo over nagedacht, moet ik zeggen. Ik heb ze niet. Ja, gewoon van de toekomst. En belangrijk voor mij ook gewoon de gezondheid. Voor iedereen, die belangrijk is. Ja. En wat gaat u daaraan doen? Om gezond te blijven? Ja, gewoon sporten. Goed eten. Ja, van alles. En wat voor sport zou u willen doen? Gewoon wandelen, fietsen. Die voor mij is belangrijk. Nou, gewoon doorgaan. Zoals tot nu toe dus. Niks apart. En wat zijn voor u de voornemens? Ik heb mij niks voorgenomen. Ik zou het niet weten. Ik gewoon doorgaan. Gezondheid. Ja. En is dat voor u ook? Precies hetzelfde, ja. En wat gaan we daaraan doen? Ja, wat gaan we eraan doen? We leven al gezond, dus zo gaan we door. Hebt u dan nog een advies aan de kijkers als u gezond leeft? Nee, niet speciaal. Iedereen moet doen wat hij zelf denkt wat goed voor hem is. Helemaal mee eens. Meer naar school gaan. Want je zou nu op school moeten zitten? Ja. Oei, welke school zit je? Wanneer college. Maar we zijn ziek. Dus we gingen even eten halen en dan gingen we weer naar bed. Maar dat is eigenlijk, mislukt nou. Maar ja, ik ga zo weer naar bed. Ik heb hoofdpijn, buikpijn. Mijn goede voornemen, dat weet ik niet. Wat? Voor het nieuwe jaar? Gezond blijven. Ja, een beetje gezond blijven, maar dat zijn we al niet dus. Maar ja, daar gaan we dan maar op, dat een beetje, hè. Nou, dat is allemaal vrede op aarde mag blijven en . Hoezo blijven? Want het gaat allemaal niet erg goed, hè? Nee, het gaat allemaal niet goed, nee. En wat ga je nou daar zelf aan doen? Ja, daar kunnen eigenlijk weinig aan doen. Ik ben gestopt met roken, dus ik ben mijn goede voornemen al aan het waarmaken. Je bent per 1 januari gestopt? Nee, 2 januari. Goed, hè? En waarom 2 januari? Omdat ik mijn sigaret had. Ik had toch gewoon een beetje spontane actie. Dat gaan we eens doen. En hoe gaat het nu? Goed. Ja, ik ben gezond en gelukkig mee blijven, hè. En ook volgend jaar weer terug te kunnen komen. Ja, tot kijk. Nou, samen met Frans van vaker naar de dok. Oké, ja. Lijkt een goed idee. Ja, hè? Ja. Het is zo goed, ja. Ik heb geen goede voornemens. En wat? Ja, ik stop met roken. Dus dat is mijn enige goede voornemen. En ben je al gestopt? Want we zitten al een week in het nieuwe jaar, hè? Nee, dat ben ik niet. Ik ben 5 jaar geleden gestopt, maar ja, goed, toch weer begonnen. En ik ben me er bewust van, ik wil het toch wel echt. Dus mijn stop. Hebt u al een datum? Nee, niet echt. Dat is het vervelende ervan. 31 december, of niet? Nee, niet echt. Kunnen we samen een afspraak gaan maken? Oei. Ja, 1 februari. Nee, je moet naar de carnaval doen. Nee, gewoon 1 februari. Dan houden we het op 1 februari. Heel veel succes ermee. Oké, dankjewel. Goede voornemens zijn dat we vooral gezond mogen blijven. En ik wens alle mensen het beste en dat veel gelachen mag worden in deze nieuwe tijd. Want er is toch al ellende zat. Dus positief inzien en dan komt het allemaal weer goed. Wat is voor u het belangrijkste doel voor dit jaar? Gezond blijven. En wat gaat u daaraan doen? Gezond leven, goed eten, drinken, maar wel alles bij. En niks tekort komen. En veel sporten.
En dan alles klaargemaakt in deze pannen die u hier verkoopt? Natuurlijk. Dan eet je toch wat gezonder, hè, zeg ik altijd. Dus ik zou zeggen, kom naar Boksel, naar de markt. We staan er elke week. Dus bij deze, je bent uitgenodigd.